kijkers van mijn kanaal. Terwijl Rotjoch, welkom weer terug op mijn kanaal met een nieuwe video. En wauw, dit intro is heel erg scheef gegaan. Maar dat maakt niet uit. Welkom weer terug in Mindtopia, dames en heren, jongens en meisjes. Jongens, welkom terug in Mindtopia. Zoals je kunt zien, sta ik nu bovenop mijn club. En ik kijk nu expres de andere kant op. Misschien heb je het al stiekem gezien. Maar als ik me omdraai, zie je in één keer een big ass appel staan. Want jongens, dit is mijn nieuwe voedselwinkel genaamd Foodtopia. Zoals jullie kunnen weten, ik heb ook een club. Dit is de club, dit is deze club, die heet Danstopia. Dat is Foodtopia. En ik heb ook een wetkantoor, dat is Wettopia. Dus het is altijd heel erg leuk. Hartstikke mooi. Maar jongens, moet je zien hoe fucking huge die is. Ik bedoel, dat is het Fantastic Five gebouw. Die ziet er zo uit. En deel. Gewoon deel. Hoeveel ik ervoor betaald heb, ga ik jullie niet melden. Het valt op zich mee. Het is goedkoper dan je had verwacht. Maar het ziet mooi uit. Leon heeft hier een mooi werk aan geleverd. Samen met Jurgen. Want Jurgen is van en Willem van de vorige episode. Hebben dus goed werk geleverd. Want ik heb het bij hun laten doen. Zeg maar, hun hebben het laten maken. De binnenkant is door Willem gedaan. De buitenkant door Jurgen. En uiteindelijk is dit geworden. Het is rood van de Red Street. Ik heb een beacon te leen gekregen. Dat was hartstikke chill. En ja, we gaan gewoon even lekker naar beneden. Want ik moet wel een paar dingen regelen vandaag. En dat ga ik allemaal aan jullie laten zien. Aan jullie kijkers. Om wat we moeten doen. Nou, mijn club ga ik even uit. Die is nu nog blauw. Misschien wordt die rood. Dan gaan we nog even kijken hoeveel het gaat kosten allemaal. Maar we gaan het even lekker doen. Dus even checken. Kan ik nog water drinken? Nee, heb ik allemaal niet nodig. Helemaal goed. Als ik het nootje trouwens voor Sinterklaas in de server kreeg, 20k. Nou, iets wat ik niet erg nodig heb, want ik heb al genoeg geld. Maar geld is geld. Altijd blij word je ervan. Goed. We zijn bij winkel. We zijn de eerste. De goedkoopste van de stad. Want ik ben ook de goedkoopste. Welkom bij Foodtopia. Je kan hier per 16 inkopen. En handig is dat voor de consument. Oftewel jullie. De mensen die op de server verspelen. Alright. We zijn binnen. Hallo. Hallo Ketel. Hallo Dylan. Hallo jongens. Dit is Ketel. Ketel, jij bent eigenlijk een asielzoeker, hè? Ja. Nog wel. Nog wel. Hij is nog een weekje. Nog een paar dagen. Nog 4 dagen ongeveer. Is hij nog een asielzoeker. Maar ik heb hem aangenomen hier als vrijwilliger. Want ik vertrouw hem wel. Ik bedoel, kijk het lieve kopje nou van hem. Joh. En hij werkt dus als vrijwilliger. Dus gratis. En ik heb hier 2 andere werknemers nog. Real Killer en Jan de Engelman. En die kunnen hier dus eten verkopen voor mij. En we kopen hier per 16 verkopen. Want het gaat als het in zijn werking gaat. Eigenlijk heel simpel. Nou, zie ik jij het even uitleggen, Riel? Jij werkt hier. Dus ja. kijk of je het een beetje snapt. We hebben van Dylan een boekje gekregen. En dan kunnen mensen steeds per 16 verkopen. Dus als je met je muis eroverheen gaat, kan je de prijs zien. En als mensen dan iets hebben gekocht, kijk even mijn boekje doen, dan kan je het laten zien, mensen. Ja. Moeten wij opschrijven hoeveel ze hebben gekocht en de prijs erachter. En dan kan Dylan later checken ik bedoel, als alles klopt. Dit is gekocht sinds gisteren, al 2 pagina's. Dus het gaat heel erg hard. Alsjeblieft, Ketel, heel goed. Dankjewel. Inderdaad, dus voor jullie eigen consument, de mensen die op de server komen of in Mindtopia, kunnen hier het goedkoopste eten halen per 16. Dus je kan super gevarieerd eten voor een fucking lage prijs. Dat kan je bij Samal niet, want dan moet je meteen stacks kopen. Dus kan je niet gevarieerd eten, tenzij je veel geld wil uitgeven. Hier kan je dat lekker wel doen. Dus dat is lekker, ik zou het je zeker aanraden. Nou, wat ze doen is eigenlijk als je hier ook komt te werken misschien zelfs, dan ga je dus iemand besteld bij. Ja, 5 of 7. Dus Riel zegt tegen mij, ja, ik wil graag, wat wil je hebben? Ik wil kip hebben. Ik wil graag kip hebben. 16, hoeveel wat er hebben, meneer? Doe maar 16, ja. 16, nou, dan pak je de kist. Pak je de 16 kip uit, bladibladibla. Heb je dat geregeld? Mooi, dan ga ik achter de kassen staan. En dan komt hij met hem mee natuurlijk. En dan gaat hij zeggen, ik wil de 16 kippetjes. Pak hij het boekje erbij. Nou, mijn boekje is trouwens deze, dat ik verkocht heb. Ik heb niet zo hard gewerkt als Riel. Dan heb ik verkocht. Voor deze 2 dagen schrijf ik bijvoorbeeld op. Dus 16 kippies. En dan is dat volgens mij 200 hier ook. Voor mij. 200 of zo. Of 180 zelfs. Maar pap. Zat ik neer. En ik hoef niet eens te weten wie het gekocht heb. Gaat om het gekocht is. En dan leg ik het geld wat ik van hem krijg. Leg ik je in de kist. Dus nou, dat is zijn werking. In ieder geval is dus Ketel Eikenbos. Binnenkort is hij een full-fledged member hier op de server. Een echte burger. Op het moment. Je hebt al een video gemaakt. Ook over sowieso. Over hoe het is als asielzoeker, hè? Ja, dat zeker. Dus wil je weten wat asielzoeker eigenlijk mag en kan en laten moet en zo, dan moet je bij Riel Killer op zijn kanaal kijken beneden in de beschrijving. Ondertussen, volgens mij is er een klant voor je, Riel. Moet je een keer vragen of hij loopt alweer weg? Hij loopt meteen weg. Yes, oké, goed, we gaan even doen, want ik heb een boekje nodig. Want ik moet namelijk even iets belangrijks doen. Ik moet even, Riel, kan jij op de winkel letten? Want ik moet even langs de bank. Ik moet, topje, dankjewel. Nou, ik spreek hem wel. Yo, Marcel. Yo, Malte. Nou, hij is dus heel chill, heel werkt dus eigenlijk voor gratis. Ik bedoel, hij gaat wel een leveltje omhoog krijgen als hij in de server speelt. Dus als hij echt een burger is en dat soort dingen. En hij werkt goed, dus ik vertrouw hem samen met Jan de Engelman. Zijn 2 asielzoekers die ik echt vertrouw. En ik heb een ongelooflijk veel sollicitatie binnen. Mijn hele kist daarover zit helemaal vol met sollicitaties. Ik heb er volgens mij 13 binnengekregen. Dat is veel. Ik was ook niet allemaal aannemen. Ik heb daarnaast ook een wetkantoor. Maar wat ik eerst wil doen is even naar de bank. Want beste, of naar de gemeente, beste heer.
Bij deze wil ik graag een aanvraag indienen om een pinautomaat te plaatsen in Foodtopia. Dit is het grote gebouw bij de Red Street. Want er is iets misgegaan met plotnummers, dus vandaar. Dat is bij de Red... Nee, niet Red Street. Red... La... Red... Light District. Strict. Hopelijk hoor ik snel van u. Met vriendelijke groet, Rotjochie. Nou, sign, pin, aanvraag, sign and close. Top. Nou, ik heb geluk, want mijn vrienden, allebei mijn vrienden, vorige episode hebben het ook gezien. Eindelijk een keer vrienden weer met Lars geworden, ben de burgemeester, die staat aan mijn kant. Dus dat is één iemand die aan mijn kant staat, die in het wetshuis zit. En de tweede die aan mijn kant staat, is David. En David is een goede vriend van mij in Mindtopia. En dat is wat chill, dus waardoor het, hallo. Waardoor je dus in Mindtopia, ik denk dat het wel goedgekeurd gaat worden, ik denk het wel. Het moet wel goed komen, denk ik. Het kan haast niet zijn dat ze het weigeren. Het kan altijd. Ik bedoel, misschien hebben ze iets van, nee. Maar ik denk het niet. De kans is klein. Nou, we gaan even lekker naar de bank. Ik ga even naar het wetshuis. Ik moet even een beetje doorlopen. Ik heb trouwens echt een omweg genomen. Dat doe ik altijd. Ik loop helemaal te fucking omweg. Maar ik ga het gewoon even doen. Yati. Dan ga ik namelijk in het gemeentehuis kan ik het beneden droppen. En dan ga ik even naar mijn wetkantoor. Daarna. Want dit was eigenlijk het belangrijkste wat ik gedaan heb vandaag. Ik moest een pin aanvragen. Dus dat ga ik even snel doen. En dan ga ik even terug naar de winkel snel. Even kijken of Ketel nog kan handelen. En dan ga ik door naar het wetkantoor. En dat is ook een nieuw bedrijf. Dat ga ik zelf doen. Nou, pinaanvraag zit erin. Met de brievenbus bij de burgemeester. Bij het wetkantoor. Dus dat moet sowieso wel even goed komen. Dit is het wetenschapboekje. Dit is mijn verkooplijstboekje. Die gaan dus allebei. Nou, vooral deze gaat even daarheen. Nou, dan ga ik weer door naar mijn Roy Beacon. Ik heb zover gekregen eigenlijk. Het is eigenlijk meer een soort steun van Kutrax. Kutrax is de neef van Duffy. En die heeft, om mij te steunen, heeft hij een rode beacon neergezet. Nou heb ik met kerst heb ik een cadeautje gekregen. En een vriend van mij in de server, eigenlijk een speler dus. Die kreeg een andere beacon. En die mocht ik lenen van hem. Dus dat is heel aardig. En die maakt natuurlijk rood. Dus het valt wel op dat er twee rode beacons staan. Dat is wel chill. Dat is super gaaf natuurlijk, hè. Vind ik wel. Nou, we gaan lekker door naar het volgende stukje weer in mijn winkeltje. Eens even kijken. Ketel, jij hebt dit nog? Ik denk het wel. Hij is self-mute. Volgens mij heeft Ketel dit nog wel. Hij is lekker. Oh, hij is weer met de klant. Ik zie het al. Hij is weer met de klant. Ja, goed. Ondertussen mijn winkel zit op het moment zo in. Je ziet dat type. Hij is bezig met de prijzen. Is goed. Dan ben je weer eerlijk bezig. Nou, goed. In ieder geval. Dit ziet mijn winkeltje trouwens uit. Hij is best wel clean. Het is een hele simpele look. Hij hoeft niet heel groot te zijn van binnen. Het gaat erom dat hij lekker werkt. Dus dat is fijn. Nou, dan ga ik even naar mijn wetkantoor. Ik zie allemaal klanten binnen staan. Dus even kijken, wetkantoor, Wetopia. Dit is... Hey, Willy! Willem, jongen! Ja, dit is je nieuwe gebouwtje, toch? Ja, zeker weten. Ja, mooi gemaakt. Ik moet zeggen, het is mooi gedaan, hè? Ja, ik ben er heel trots op, als ik heel eerlijk mag zijn. Kijk wat voor macht die ook uitstraalt. Het zeker weten. En de prijs hebben jullie echt goed geregeld. Ik bedoel, korting gekregen door jullie. Ja, de prijs is een mooi prijs geworden. Dat is een mooi prijs. Het is een mooi prijs die geworden. Dus ik ben heel blij mee. Ik ben tevreden. Maar wat kom je hier doen? Ga je even kijken? Nou, of... Ik zat een beetje te kijken naar die weddenschap hier. En ik was best wel geïnteresseerd in eentje. Alleen, ik zit dan te kijken. Ik ben namelijk... ik probeer ook zoveel mogelijk een soort van zakenmannetje. Slim te handelen, zeg maar. En dan is het beste om gewoon te gokken op iets... Wat een grote kans heeft van winnen, zeg maar. Ja, tuurlijk. Dus ik zit een beetje te kijken. En dan bij deze. Ik weet niet op dit moment wat jouw fitheid is. Dus ik kan daar niks over zeggen. En voor 3 uur, ik weet niet of dat gaat lukken. Dus die valt bij mij al af. Die subs zou op zich nog wel kunnen. Ja, er is een halen vandaag. Dat kan. Het loopt over 2 minuten af. Dus dan moet ik me heel snel inzetten. Ja, of dat kunnen we misschien ook wel gelijk doen. Dat we gewoon nu inzitten en zeggen van BAM! En dan, wanneer wordt eigenlijk de winnaar bekendgemaakt? Deze van de subs, die is tot 12 uur 's nachts natuurlijk. Want hè, dat is vandaag, is vandaag. De race is Real Killer Jan de Engelman. Die wordt ongeveer over een uurtje of zo wordt die uitgevoerd. En dan is die wedstrijd ook voorbij natuurlijk. Dan weet je wie er gewonnen heeft. Yeah. Dan komt er weer een nieuwe. En deze wordt om 5 uur. En op 1500 uur. Dus om 3 uur wordt die bepaald. Weet je wel een beetje hoe het werkt? Want... Ik snap wel een beetje hoe het werkt. Je zet zeg maar in van ja, dit gaat gebeuren of nee, dit gaat gebeuren. Ja. Zeg maar bij 5. Nou, bij 500. Zeg maar, hier staat 500, ja open. Dus dat houdt dan in dat alleen ja... nog kan gestemd worden. Juist, ja. Het gaat dus heel simpel. Je hebt inderdaad 2 kanten. Het is altijd jij tegen een ander. Het is bijvoorbeeld jij stelt in 500 euro. Dan ja, Dylan's Vita gaat erboven komen. En nee is natuurlijk onderkomen. Ja. Ja, dan kan je stemmen ja of nee. En je stemt tegen een ander. Zet jij ja in en het ik is ja, dus ik ben boven de 54.
dan win jij de prijs. Dat houdt in dat jij dubbel je geld krijgt, min 10%, omdat ik daar 10% op mijn rekening neem voor het moeite doen van het wetkantoor natuurlijk. Nee, precies. Dat is natuurlijk de tax. Op die manier gaat het eigenlijk in zijn werking. En zo simpel, het is eigenlijk heel simpel. Als jij tegen een ander, heb jij ingezet €500 op ja, en ik vind geen tegenstander voor je, niemand anders wil tegen jou wedden, dan krijg jij gewoon je geld terug. Want dan is het niet gebed, dan is het geen eerlijke bet geweest. Dan ga ik je niet kunnen zeggen, ga niet zeggen van ja, helaas, want je hebt nee gezegd al. En het is eigenlijk nee, maar ja. Zo zijn we dan niet, krijg je gewoon je geld terug. Dan ga ik het leuk maken. Kijk, weet je, want ik heb op dit moment geen 1000 bij me. Anders had ik graag gewet op deze van 1000. En 500 voor deze vind ik de kans gewoon iets te klein. Dan doe ik gewoon liever op deze. Ja. Dan hou ik het gewoon leuk. En dan, want Jan die is nog open. Ja. Ik bedoel ja. Jan. Zet ik daar gewoon 500 voor in. Dat is echt, Jan is open. Oké, ik doe Jan. Ja, ik denk dat Jan, dus ik had vanmiddag een race tussen Real Killer 1, die van net eigenlijk, de asielzoeker die in mijn winkelwerker staat toevallig, en Jan de Engelman, en één van die twee gaat winnen. Ja, maar weet je wat het is? Die asielzoekers kunnen meestal wel snel rennen. Het zijn twee asielzoekers, hè. Hey, versop hoor. Oh, echt? In ieder geval is Jan. Ja. Jan de Engelman wordt gestemd, even kijken, €500 is gezet door BD Wils. Ja. Wils op Jan, die set is Jan. Nee, en je bet tegen iemand anders voor €500, die is al is gedaan. Het is dus Willem Bouwens. Dus dat is wel chill. Willem tegen Willem. Willies, de Willies. Oh, dit wordt lastig hoor. 500, dan gaat het als volgt. Dan ga ik even het dingetje openen, pof. En dan mag je €500 neerkwakken. Ja, alsjeblieft. Eens even kijken. Boep, dan krijg ik 6, hoppakee. En dan zit die 1, 2, 3, 4, 500 weer in de kist. Het houdt in dat ik hier dus, het is al het inzetgeld. Al het geld wat ik win, of zeg maar dat de 10%, die wordt door mij in mijn werknemer, wordt die hier neergezet. En dan is het bijgehouden het boekje. Dus het was allemaal heel duidelijk, is de weddenschap al voorbij geweest? Of dat soort dingen, dus scrappen die hele weddenschap. Ja, precies. Dus het is allemaal heel makkelijk, heel simpel. Maar je hebt €500 gezet, het staat er. En dat zul je van me horen vanmiddag is die wedstrijd, als je ook kan komen kijken. Dat mag ook natuurlijk nog. Je kan kijken of je kan gewoon vertrouwen van, nou, dat wordt vast wel eerlijk gedaan. Want er zijn meerdere mensen die gewet hebben. Sandy heeft gewet, heb ik ook gezien. En Sheriffing heeft gewet, geloof ik. Op ook Jan en Riel, dus dat soort dingen. Ah nee, het wordt in ieder geval heel leuk. Het wordt een hele leuke. Ik vind het wel leuk dat er zulke dingetjes zijn. Je hebt namelijk nu ook in de Blue Street heb je zo'n loterij. En ik dacht van, nou weet je, ik heb er ook wel wat aan gedaan. De komende weken zijn voor mij financieel heel positief. Dus ik dacht, ach, doe ik ook gewoon 4 loodjes. Maar de loterij is de kans, ja, maar de kans is 4 op 100, man. Die kans neem ik niet. Dit is gewoon, dit is 50-50. En weet klopt, je, trouwens bij de Blue Street, hè? Weet je wat er gebeurt als iemand van de Blue Street wint? Vertrouw je dat dan? Nee, tuurlijk niet. Dan tuurlijk niet. Oh, ja, weet je wat er gebeurt dan? Dan moet je klagen bij een advocaat. Weet je wie die advocaat heet? Die heet, ja, moet je bij advocatenbureau, dan doen ze expres, Sibelitsky. Dat is dus inderdaad wat je zegt. Dat is Samal. Dus de hoofd van de Blue Street gaat jouw advocaat zijn om te zeuren over dat de Blue Street vals gespeeld hebt. Nou, maar, vind ik wel een beetje belachelijk, ja. Vind ik ook. Maar goed. Ik heb het nu al gedaan. Ik kan er niet meer terug. Ik heb hier het dingetje. Ik weet het. Dit is mijn loterijboekie. Ik weet het, is ook zonder teruggave. Dat heb ik al gelezen zo. Maar goed, in ieder geval, bedankt voor je inzet. Ben ik heel blij mee. En dan wens ik je nog een fijne dag, man. Ja, hetzelfde. En succes met de winkel. Ik heb vandaag ook wel heel veel eten gekocht. Ja, ik zag het. Ik had gehoord. Dat chill, hè. Dat je zo heel makkelijk van verschillende soorten eten kan halen. Nee, klopt. Zal ik je een geheimje vertellen? Voor ongeveer €1400. Ja. Kan je alles kopen in die winkel. Heel gevarieerd. Heb je er zo'n 8 verschillende soorten eten. Voor €1400 heb je alle 8 verschillende soorten eten. En ja, dat is veel beter. Want dat houdt in 8 soorten levels. Dus je gaat echt omhoog per... Ja, dat weet je wel een beetje per 10 ongeveer, precies, denk ik. Ja, precies. Met je fitheid. Met je fitheid. Dan kan je dus inderdaad stijgen gewoon even 10 leveltjes door de €1400. Ideaal. Nee, want daar leg je dan in één keer €1400 neer voor 2 stekjes nog iets. Ja, voor 2 stekjes. Nee, precies. Het is veel makkelijker. Hiltje er voor de consument, maar... ik kom hier ook wel vaker door. Ik vind het ook gewoon handiger. Het is ook jouw gebouw. Het is jouw gebouw ook, Willem. Het is ook jouw gebouw, man. Wij hebben dit gebouwd. Ja, ik ben echt heel blij mee nog steeds. Dus het ziet er echt machtig uit, gewoon. Machtig. Ja, ik ben nu bezig... Oh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Vertel maar. Je weet dat daar een beetje aan bouw is? David? Ja, ja, ja. Ja, hij heeft zijn planning een beetje doorgeschemerd bij mij natuurlijk. Ja, nou, die zijn wij aan het ontwerpen op dit moment. Wil je anders even van de bovenloop gaan even kijken? Kom, volg mij. Ja, is goed. Want jij hebt natuurlijk, je weet natuurlijk waar we heen gaan. We gaan natuurlijk naar de vergaderruimte. Ja, maar hebben de kijkers die al gezien? Nee, nog niet. Dus daarom, ik ga even kijken. Riel, je hebt het nog hier binnen? Zeker. Mooi, dan gaan we hier naar binnen. Hupsakee. Nou. Want hierboven, ik vroeg me namelijk af. Want jij zei toch van, ja, we moeten ook een bovenverdieping hebben. Ja. En dat is dit dus geworden. Want eerst wou je er een winkel in, volgens mij? Ja, een klein winkeltje, maar ik precies van, weet je wat? We hadden gewoon een vergaderzaal. Het kan nog omgetoverd worden door een extra winkel. Maar hier hebben we een vergaderzaaltje. En Wil, jij gaat dus dat ding van David regelen.
Ja. En welke blok wordt precies gemaakt? Ja, hij is er nog een beetje onduidelijk in geweest eigenlijk, als ik heel eerlijk mag zijn. Ja. Het enige wat hij gezegd heeft, Willem, ik heb een leuk opdrachtje voor je, ontwerp dat huis. Punt. Ja, en de red blocks die zou ik financieren, dus dan weet je die mij aankloppen. Ja, precies, dus ik zet er ook allemaal red blocks in en weet ik veel wat. Dus hij is eigenlijk al een beetje in bijna dezelfde stijl als dit. Alleen lekker. Dan over de weg heen ook. Ik heb ook dezelfde dakstijl trouwens. Oh, vet. Dat we dat een beetje doorzetten, want Vee... Ik moest een huisje ontwerpen voor Vee. Ja, die is ook weer in deze stijl. Ja, maar die heeft ze gecanceld. Dat is jammer. Heeft ze echt gecanceld? Ja, het is, ja, omdat ze nu bij David in het Fantastic Five verbouw zit. Dat is echt vet stom. Ja, dat geeft niet. Maar ik heb nog misschien wel een ander klantje die hier wil zitten. Gaan we het advocatenbureau. Dus dat is wel heel erg lekker. Wat leuke is, dat huisje hebben we dus al af. Dus als jij zegt van, hey, jij moet bij ons in de straat komen. Dan stuur je die gewoon naar ons toe van, hey. En dan doen wij gewoon, we zijn super druk aan het ontwerpen. Het huisje is al lang af. Daarom. Ik snap. Oké, zal ik de schade even regelen, Willem? Het is een dealtje. Dan kunnen we kijken waar... Op dit moment heb jij dus vanaf dit tot aan de achterkant... Wacht even, zeg maar hier. Ik zal het even laten zien, ja. Dit is allemaal van jou al, behalve dit is twee plots aan de achterkant. Behalve twee plots aan de achterkant. Er is eentje van David, maar daar staat aan mijn kant. Dit is allemaal van mij of van Joris en van Gijs en natuurlijk de gameafdeling, Stefan. Ja, maar dit is een groter gebied dan Samal, hoor. Ja, zeker weten. Ik denk dat we dat leuk gaan vinden. Ja, Samal die zit wel die probeert heel sneaky steeds meer gebouwen eromheen te bouwen, om mij heen. Ja, het is jammer, weet je, maar wat kan je... Wat je gaat doen? Huh? Ja, ik kan er niks aan veranderen, want dit is gewoon Samal die dat gaat doen. Ik had trouwens gerekend, die blokken hier... Ja? Als je die nog naar redstone wilde veranderen, dat blauwe... Mm-hmm. Dan kwam je ongeveer uit... Naar redstone is ongeveer 27.000. Dat is superveel. Maar als je in wool doet of zo, dan is het misschien 3.000, 4.000. Dat is er niks. Oh ja, natuurlijk. En natuurlijk kan ik de lapen scrappen. Ja, dat ook krijg ik nog winst op. En je moet die banners natuurlijk veranderen. Maar dan moet je bij de IKEA zijn. Daar heb ik de prijzen niet van, helaas. Dat gaan we binnenkort misschien wel een afspraakje doen, Willem. Als je dat zou doen, het zou er gelijk een stuk mooier uitzien. Ja, zeker. En die ramen zou ik misschien ook zelfs naar rood doen. Of ja, tuurlijk. Misschien geeft dat ook wel weer een heel verkeerd effect. Nee, het is juist het gewenste effect een bij de Red Light District. Een club met rode ramen. Ja. Dat is juist wat we willen bij de Red Light District. Dus, dat is mooi. Nou goed, Willem, dan ga ik verder in mijn winkel. Dankjewel voor het bed en dankjewel voor je uitleg. Hartstikke chill. Ja, graag gedaan, hoor. En dan spreek je nog. Yo, mazzel. Oké, yo. Alright, nou Riel, zijn nog met mensen binnengekomen verder? Nee, helaas niet. Maar ik heb net voorraad gecheckt en we zijn uit de potatoes. Oeh, potatoes. Ja, ik heb al een bestelling gedaan bij de foodcourt bij Laudens. Die levert heel snel. Dus als het goed is, vanavond hebben we weer aangevulde potatoes. 6 stacks. Er komt zelfs pork chop bij. Dus er komt weer een extra soort etensverkoop bij. Ik heb nog twee extra stacks steaks. Steaks zijn ook hard, zie ik. Ja, het gaat snel. De appels heb ik bijgevuld. Wortels niet. Die hoeft er niet. Kip hoeft nog niet. Brood hoeft nog niet. Goed. Dan gaat het de goede kant op in ieder geval. Dan, alright, chill. Blijf lekker werken. Ik ben zo terug. Gaan we samen gewoon even nog wat afspraken maken. Is goed. Alright. Nou, tot zo. Tot zo. Nou, ga ik even ondertussen even naar mijn huis toe. Want dat is wel zo fijn. Want ondertussen weten jullie dus inderdaad dat heel veel mensen Sinterklaas cadeautjes gekregen hebben. En ik weet dat er ook mensen... Het is heel raar. Die hebben dus uit een Sinterklaas cadeautje wapens gekregen. Er was ook een heel incident met een mes en zo. En uiteindelijk had Colin hebben we ervoor laten oplappen. Dus die hebben we erbij gelapt. Dus eigenlijk is Colin in de gevangenis volgens mij nu. En die is eigenlijk een beetje uit Fantastic Five gekickt. Dat is hartstikke chill. Dat kan je allemaal nog zien op DDC, geloof ik. Weet ik wel zeker dat DDC dat daar is. En dan weet je dat. En wat ik wel gevaarlijk vind, zijn dus heel veel mensen die lopen nu met misschien een pistool op zak of met een mes op zak en dat soort dingen. En jullie weten dat ik allemaal vroeger, dus de hele tijd, met heel veel geld op zak liep. Ik liep altijd met minimaal 300.000, 200.000 op zak. Dat ga ik dus niet meer doen, want het is een beetje eng en gevaarlijk om dat te doen. Want als ik dat doe, dan stel je voor, ik word ineens tegengehouden door iemand met een mes. En dan moet ik mijn geld overhandigen. En er is geen camera bij, kan ik ze ook niet aanklagen. Dan heb ik gewoon een gigantisch groot probleem, dus daar baal ik van. Kijk, hier heb ik mijn geld gestopt voor nu. Dus daar moet ik heel erg op passen. Dus daarom ga ik ook even mijn maskertjes erin stoppen en mijn golden apples. Voor nu. Dus dat is even belangrijk, dat ik niet te veel geld bij me moet hebben. Want dat is dus inderdaad reten en reten gevaarlijk. Dus dat ga ik dus niet doen. Moet ik goed op letten. Alright mensen, in ieder geval, vond je het een leuke Mindtopia episode? Een beetje spannend en ik heb een paar dingen geregeld. Ik heb dus gezorgd ervoor dat ik... Heet je Mina, potverdikkie.
potje aan die doosjes. Dat ik pinautomaat aangevraagd heb. Zo, dankjewel, Deel. Pinautomaat aangevraagd. Ik heb gezorgd dat mijn winkel lekker loopt. Ik heb met Willem natuurlijk weer een afspraak gemaakt. Mijn wetkantoor loopt. Ik heb jullie uitgelegd hoe het een beetje in zijn werking gaat. Dus het is allemaal gelukt. Mensen, vond je het een leuke episode? Vind je het vette bedrijfjes? Vind je het vette ideeën? Ben je natuurlijk voor de Red Light District? Laat het even weten. Overal op social media. Tweet aan iedereen. Red Light District is de beste. Hartstikke awesome. Mensen, laat even lekker een blauw duimpje achter. Ik zie jullie graag in de volgende video. Neem een kijk op de kanaaltjes van de gasten hier beneden. Van BD Wheels en Real Killer 1. Ze zijn allebei staan beneden in de beschrijving. Neem lekker een kijk op hun kanalen. Mensen, dankjewel voor het kijken. Laat het ons zien, is de mazzel. En peace.